Vooraf is alles duidelijk. Is er maar één torenhoge favoriet in deze wedstrijd. Een flink gewijzigd Cambuur. Er werd natuurlijk door Rotheel flink ingegrepen in de rust tegen Twente. 4 wissels toen, 3 daarvan zijn ook nu weer op de bank beland. McIntosh van Wermeskerken zijn erbij gekomen. Jacobs en Mahi. Dat betekent op de bank Schmid, Paulussen, Breientol en Johnson die rem achteraan loopt. De enige van de 4 die er in de rust uitgingen tegen Twente. Die wel vandaag ook in de basis staat. En bij Feyenoord dus, ondanks die zware wedstrijd tegen AS Roma en het feit dat er donderdag weer een zware wedstrijd wacht in Rome. 1 wijziging slechts. Daar hebben we hem, Paixão, maar dat is ook een man in vorm. Kijk naar de Eredivisiewedstrijden. Al 3 gemaakt in april. Sowieso dit kalenderjaar aardig op dreef als het gaat om zijn doelpunten. Hij maakte ze allemaal, alle 6 dit jaar. Getuida, Paixão wil hem wel hebben. Het is een corner, ondanks de protesten van Cambuur. De bal wordt verlengd en dat was niet ongevaarlijk. Daar was Paixão. Slimme variant. Kuktje. Paixão. De bal is goed hoor, maar Jiménez mist hem. Ja. Bangura zet wat initiatief, probeert wat druk te zetten, gebruikt zijn fysiek. Krijgt dan ook meteen wel het publiek mee. Nou, hier is Jiménez en Paixão is helemaal vrij. Nou, dit kan ook, het is uitspelen en afmaken, maar Idrissi stuit op ruiten. Paixão. Dat was Bangura dus even druk aan het zetten. Gevolg is dat Feyenoord meteen een open kans krijgt. Kutsu. En de volgende kans is daar, maar ook die niet besteed aan Idrissi. Sinds september 1 doelpunt in de Eredivisie. Dat is wat mager. Zo, Idrissi. Wat heeft Van Wermeskerken dan gedaan? Er gaat sowieso een kaart komen. Maar hij gaat vol op zijn Achillespees staan. Nou, de VAR heeft ernaar gekeken en geconstateerd dat geel goed genoeg is. Oh, en daar valt hij erin. Omdat Smant ernaast zit. Jiménez die scoort. Zo kreeg hij eigenlijk al een kans. Toen niet een voet er tegen, nu wel het hoofd en het is 0-1. Geertruida. Paixão kopt en op de lat. Tweede keer dat hij met het hoofd gevaarlijk is. Voorbal kwijt, Paixão. Bangura. Paixão loopt hem ondersteboven. Het voordeel terechtgegeven door Nijhuis. Nou, er leek wel wat in te zetten. Dit mag. Hier is niks aan de hand. Bangura. De voorzet komt aan en het schot wordt geblokt door Trauner. Poging van Mahi. Geertruida laat hem voor Paixão. Wiever. Handig. Schot is hard zat. Nog net ruiten. Jiménez.
1 doelpunt gemaakt in de Eredivisie dit seizoen. Dat was geen onaardige tegen Fortuna. Jiménez. Nou, onbedoeld 1-2, maar dat kan ook met iemand van Cambuur. En het schot is op de buitenkant van de paal. Je kan ook een tegenstander gebruiken voor een 1-2'tje natuurlijk. Voor Mahi. Goedemakers. Trouwne. Mahi. Schot geblokt door Trauner. Mahi krijgt geen ruimte om uit te halen. Maar zo lijkt er eindelijk iets van een wedstrijd te ontstaan. Blijft Feyenoord natuurlijk sterker, maar komt Cambuur nu af en toe in de aanval? Ja, dan ligt er af en toe dus ook ruimte voor Feyenoord. Het is 4-5. Idrissi kan naar Geertruida. Legt hem voor zijn linker en schiet hem er niet in. Hansko, mooie paas, Szymanski. Schot op de vuisten van Ruiter. Mangura. Goedemakers, Bangura kan die binnenhouden. Krijgt hem niet bij een ploeggenoot. Wel een schietkans en die is voor Bijlo. Voluit gehaald door Van Wermerskerken. Pashao wil wel weer. Een van de meest opvallende spelers in de eerste helft. Geertruida. Schotje met binnenkant voet gaat er bijna in. Ruiter verkijkt zich daar eigenlijk op. En heeft dan geluk dat hij nog net op de paal tikt. Pashao wordt lijkt me niet vastgehouden. Het leek toch contact te zijn tussen Bangura en Pashao. Bangura is erbij gaan zitten, vandaar dat de wedstrijd ook even stopt. Is dat al gebeurd? Nee, dat moment met Pashao zojuist, die dus in de achtervolging was, struikelde. In ieder geval uit balans was. Geertruida, kutje. Bangura, ja, dit was niet de bedoeling. Dan is dat zelfs geel als hij zonder toestemming het veld in is gegaan. Ja, dat mag niet. Het is niet voor niets dat de scheidsrechter erover gaat. Juist om dit soort redenen. Heeft de assistent het gezegd? Ja, bij Cambuur zeggen ze volgens mij dat de assistent zei, je mag erin. Dat wordt dan weer ontkend. Door Tom Frijn, de assistent scheidsrechter aan die kant. Maar daar zit het in. Kukçu. Geen kopkans. Idrissi. Aannemen en klaarleggen. Erin schieten kan natuurlijk ook Szymanski. Het is 0-2. Idrissi. En dan is Szymanski daar. Controle. En heerlijk binnengelegd bij de tweede paal. Ik heb sterk de indruk dat Bangura zelf dusdanig ongeduldig was en een kans zag om die bal te onderscheppen. Maar goed. Jacobs. Nog net Wiever daartussen. Trauner. Kukçu. Idrissi ontwijkt de sliding en de bal komt aan bij Pashao. Voorzet op het hoofd van Jiménez. Die wordt geraakt. Na de kopbal. Maar Cambuur zeggen ze, nou sta maar weer op.
Hier is Paixão. Schot van Paixão wordt gepakt en dan in eigen doel gekopt. Kan er ook nog wel bij voor Cambuur. In de categorie hoe knullig wil je het hebben. En bij Feyenoord juichen ze amper. Eindelijk weer eens een kans in de basis, McIntosh. En dan dit. Er ligt een Feyenoorder. Kukçu. Uit het niets op het gras. Tenminste, ik heb niks zien gebeuren. Bij Cambuur roepen ze, tik de bal maar even over de zijlijn. Daar ligt de aanvoerder van Feyenoord namelijk. Het gaat ongelukkig. Ik moet nog even hopen dat Kukçu... Ja, en dat lijkt er al op, gewoon door kan. Nu nog een corner via Jahan Baks. Bal draait en wordt door Jahan Baks wel vrij aardig gekopt, maar van de lijn gehaald. Het eindigt in 0-3 en voor allebei weer een stapje dichterbij. Feyenoord een stapje dichterbij de titel. 5 wedstrijden en die marge blijft maar veilig. En voor Cambuur weer een stap dichterbij de keukenkampioendivisie. Seba, congrats with the 3 points and your goal. A solid victory, right? Yeah, thank you so much. For sure, 3 important points and we make again big step to our goal. So we are happy. We were happy that the game was like this. That we play good game and yeah, 3 points. Very happy and now we can think about our Roma. If I say that you have done your duty, does that correspond with your feelings? Yeah. Of course, like I said, we are really happy because this kind of games are really important for us. So we make a great job, and like I said, now it's important to prepare for game in Europa League.